Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 17 van de Eredivisie. We zijn op de helft. In speelronde 17 won Excelsior met 2-0 van Volendam. Won NEC met 3-1 van FC Emmen. Speelde Cambuur 0-3 tegen Sparta. Niet zo heel goed van Cambuur. En won PSV met 1-0 van Vitesse. Helaas werd door de sneeuwval in Waalwijk de wedstrijd RKC tegen Go Ahead Eagles afgelast. Heerenveen won met 3-1 van FC Groningen. FC Twente won met 2-0 van FC Utrecht. Feyenoord Ajax, de klassieker, werd 1-1. En AZ won met 3-1 van Fortuna Sittard. Dan is dit nu de ranglijst. Feyenoord staat nog steeds bovenaan met 38 punten. Dan komt AZ met 36 punten. PSV staat derde met 35 punten. FC Twente vierde met 34 punten. Ajax op plek 5 met 33 punten. Dan komt Sparta op met 31 punten. Heerenveen staat zevende met 27 punten. Dan komt FC Utrecht met 26 punten. NEC staat negende met 22 punten. Dan komen Go Ahead Eagles en Excelsior met 19 punten. RKC staat 12e met 18 punten. Fortuna op de 13e plek met 16 punten. Vitesse staat 14e met 15 punten. FC Groningen, FC Emmen en Volendam hebben 12 punten. En Cambuur staat laatste met 9 punten. Dan is dit de nieuwe voorspellers top 8. Ik ben dik uitgelopen. Ik sta nog steeds bovenaan met 149 punten. Dan komt Joey op de tweede plek met 142 punten. Luc, Sven, Stan en Jurgen staan op de derde plek met 140 punten. En dan komen Colino en Lars met 138 punten. De weekwinnaar was Luc. De eerste keer dit seizoen. Goed bezig. Dan gaan we kijken naar de midweekse speelronde, speelronde 18. FC Emmen ontvangt PSV, Sparta moet thuis op het kasteel tegen RKC, Go Ahead Eagles ontvangt AZ, Vitesse thuis tegen FC Twente, Fortuna Sittard moet het opnemen tegen Heerenveen, FC Utrecht ontvangt Excelsior, Feyenoord in de Kuip tegen NEC, FC Groningen ontvangt buurman Cambuur en Ajax moet in de Noord-Hollandse derby tegen FC Volendam. Ik zie jullie aankomende donderdag weer met een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.